In de Amsterdamse Wolvenstraat heeft de antiquair Lohuizen onder zijn zakenwerkplaats waar hij het beroep van schrijnwerker uitoefent. Voor de producten van dit uitstervende ambacht bestaat een toenemende belangstelling. Zoals bijvoorbeeld voor... Die schouwbalk wat het ogenblik veel in trek is voor mensen die een tweede huis hebben en die het dan mooi willen versieren met het een of het ander. Ik maak een schetsje en ik denk in dat stuk hout zie ik dit en dat zitten en dat prik je dan over, als waar je op het hout. En dan begin je dus een grote guts ter hand te nemen, een flauwe guts zoals we dat noemen. En dan ga je eerst de zaak inzetten, dat is dus de contouren, die zet je diep in. En het hout wat daaromheen zit, de fond zoals het heet, die snijd je weg. Waardoor je dus het verdiept krijgt en is het nog niet diep genoeg aan je zin. Dan moet je nog eens alles inzetten met die grote bijtel, de contouren. En dan telkens dieper graven, dat je zegt, nou krijgt het relief. Het is nogal tijdrovend werk allemaal, uiteraard omdat het allemaal met de hand moet geschieden. Hoe sneller je hakt, hoe vlugger je klaar bent. Mijn baas zei altijd, je hakt weg wat weg moet en je houdt het beeld over. Dat is dus vrij simplistisch opgevat, maar in wezen is het zo. Je moet alleen weten wat je weghakt en dat is het belangrijkste natuurlijk. De heer Lohuizen werkt niet alleen voor particulieren, maar bijvoorbeeld ook voor monumentenzorg. Dat bij restauraties graag van zijn vakkennis profiteert.